los meses de abril. Nieuwe week, nieuwe vlog. Het is weer maandag en ik voel me wel weer iets beter. Ik ben weer uit bed in ieder geval, dus dat is al heel wat. Het is nu 1 uur denk ik. Of 5 minuten is 1 uur. Ik ben alvast klaar. Ik heb me even omgekleed en alles. Zal mijn lashlifting even laten zien. Ik vind het echt ideaal. Ik heb nu dus trouwens ook niks op ofzo. Je kan gewoon mascara opdoen als je dat wil. Maar dat heb ik echt bijna nooit op. Dus eigenlijk nu ook niet. Mijn lip lijkt nu nog dikker dan die is. Maar ik heb gisteren keihard op mijn lip gebeten. En ik heb hier nu gewoon een hele bloeduitstorting. Dus hij lijkt echt huge voor mijn gevoel nu. Maar dat komt dus ook omdat hij gewoon dik is. Omdat ik weer lomp ben geweest. Over een half uurtje. Ik ben echt zenuwachtig. Ik word over een half uurtje gefacetimed. Door de organisatie van ja, au pair, zeg maar. En heb ik een interview in het Engels. En ja, weet je, ik hoor het elke dag Engels. Alleen je praat het gewoon nooit. En ik weet wel dat ik het kan, maar het is gewoon heel gek. Dus ja, ik ben wel zenuwachtig daarvoor. Oké, jongens, ik zit echt al helemaal klaar. Ik heb mijn tel hier zo in. Voor Skype en... Oh, ik vind het echt doodeng. Ik ben zo zenuwachtig. Ik ben echt zo zenuwachtig. Ik krijg het gewoon helemaal koud en rillingen van. En het is gewoon zo achterlijk, want ik weet heus wel dat ik het kan. Maar het is gewoon eng. Oké, ik heb net een berichtje gekregen. Hi Melissa, I will video call you in a few minutes. Is this still a good time for you? Dus ik heb gereageerd dat het zo is. Want het maakt me altijd druk en uiteindelijk is het nergens voor nodig geweest. En dat ben ik nu ook weer aan het doen. Oké, okay, hier gaan we, jongens. The last step in the document process is just for me to ask you some questions about your background and just get to know you a little bit better. And then I fill out a form that we also submit with all of your documents. Yes. So it is a few questions, so it might take a little bit of time, but hopefully we'll get through it quickly. What do you envision or expect your au pair family to be like? I hope that they are like a close family. That they welcome me like a part of their family instead of, yeah, you're just an au pair living with us, you know? Like, definitely. Yeah, I think that's the most important thing. And what do you consider to be good things about, like, or good qualities of a friendship? Trust. That's the first thing. Yeah. I think that's very important. I like to have a good sense of humor that you can laugh together a lot. Mm-hmm. I really like that too. And yeah, to have good conversations with each other and that you are there for each other when also in good times but also in bad times. Support each other. Do you have plans for when you come back? No, actually not. I also saw that if you really liked it, you can, yeah, stay for another year. So I was like, yeah. People ask me a lot, what are you going to do after that? But I was like, yeah, if I really like it and I want to stay another year, we're talking about 2 years from now. So I don't know. Definitely. Have you thought at all about like your future family? Like what kind of family you would want? I really like the holidays as well, but like Christmas and stuff, and we don't do that much here. So I was like, oh, I really hope that I have a family that really cares about celebrating. So that's a little thing I really like. Yeah. I have that now also because I do watch movies and music, so you'll hear it every day, but you never speak English that much. Yeah. But it's... So that's gonna be weird, but I also think that's a good thing because yeah, after 1 year you speak it fluently, like. Yeah. But that, yeah, that's that's going to be, yeah, something I need to get used to. I think, yeah. Yeah. Okay. So
see. Is there anything else that you would want your like future family to know, or any other like important information? No, I think I described everything. Yeah. Okay. All right, and then this part is like just some situations. So like, what would you do if you were in the situation? So the first one is, if you're homesick, what do you do when you're when you miss home a lot and you're away? I really don't know because I've never been homesick. The last time I also went to Aruba and I was like there for a month, but I was like upset to go home. So it was I think it's easier because right now we also have Skype, FaceTime, stuff like that, so it's not that you don't hear from them at all. It's like And what about like if you have a situation where you feel culture shock, what do you do, or what would you do? I think it's important to talk about it, and I also heard that you also have someone near you from you guys to contact or something. Yeah, you'll have like a, I think they're called community administrator, so it's like someone who lives either in the same city or close by, that you can reach out to. Yeah, maybe talk to someone like that to discuss whatever I'm going through or something. And then what would you do if you have like any driving issues? So like, for example, if you had an accident or a speeding ticket or something like that. I've never been in an accident. Me too. I was so nervous. Oh, don't worry. No, it's really great. And I mean, I'm here to help you. So. Yeah. I was like, oh, that's so weird to talk English again so long, you know, because it was. Yeah. English is very good, though. So oh, thank you. That's good to hear. Yeah. Bye-bye. Oké, dat moest echt even uit. Het zit er gewoon in. Jullie hebben het gehoord, hè? Mijn Engels is goed. En, oh my god. Kijk op. Ja, dat is bruin. Hé, hey, hij stopt. Huh? Hij stopt. Oh, kijk. Schijt. Zet de koken. Nee, ik kwam boodschappen doen in de Netto. Omdat je alles moet wegen. En ze doet zo langzaam. Ik vind het echt niet leuk. Wanneer je gewoon random om hoe laat is het? 4:30 of zo. Ik denk, we gaan nog even naar de Pri in Dordt. Because we have no life. Hi allemaal, welkom. Het is dinsdag en morgen vlieg ik. En ik vind het zo lastig om in te pakken. Ik heb voor mijn gevoel echt heel netjes gedaan, maar... Ik heb echt het idee dat het zo zwaar is. Dat ik echt gewoon die 20 kilo dat ik daar dik en dik overheen ga. Dus ja, ik ga het einde van de dag nog even wegen. Want ik heb nu niet zoveel tijd meer voor. Vandaag ook gewoon weer eigenlijk best wel een drukke dag. Ik heb even snel mijn relaxte outfit weer aangewoon. Ik ga eventjes naar... Oh, deze moet ik meenemen in. Goed dat ik hier sta. Ik ga naar Boost Schoonheidssalon. In Leerdam is dat. Ik had nog cadeaubon ook ervan. Die moet ik inderdaad meenemen. Want het zou echt zonde zijn. Ik ga even mijn gezicht laten doen. En rugmassage. Ik had wel last van mijn rug. En ik merk wel dat het nu iets beter gaat. Nu ik ook eigenlijk niet echt meer heel veel werk. Eventjes iets minder. Dat het ook wel beter wordt. En dat ga ik doen. Ik ga vast in de stad even kijken of ik een Valentijnscadeautje voor mijn moeder kan vinden. Want ik ben er natuurlijk niet met Valentijnsdag zelf. We gaan nog heel even langs mijn zus. Want ja, dit is dan de laatste keer dat ik haar ga zien met de dikke buik. Want ja, als ik terugkom, hoe dan ook, is mijn neefje er. Dus ja, dat is wel gek. Besef ik nog niet echt helemaal of zo. Oké, ik hoop echt dat ik gewoon geluk heb en dat het goed is. Maar ik sta geparkeerd op waar ik eigenlijk altijd parkeer. Boven de MT in Leerdam.
Alleen moet je kijken, ze zijn ook overal bezig. En ik sta echt gewoon alleen maar tussen onderhoudsbusjes. Toevallig naast mij één gewone auto, maar verder zijn het allemaal gekke busjes en zo. Dus ik hoop eigenlijk gewoon wel dat het goed is dat ik hier sta. En ik hoop dat ik gewoon al geluk heb dat ik gratis sta. Want ik kon ook geen kaartje halen, slagbomen waren weg. Dus ik hoop niet dat ik terugkom en dan een probleem heb of zo. Maar ja, ik ga nu heel gauw gewoon naar mijn schone salon. En ik zie het wel als ik terugkom. Ik weet anders ook niet. We zijn er. Nou, ik ben er al. Ze werken hier altijd echt op afspraak. Dus ik sta heel even voor de deur. Maar dat is niet erg. Ik ben net bij de HEMA geweest. Valentijns cadeautje gekocht, maar ze mag lekker niet weten wat erin zit. Nou, hey. Lekker dus rol? Nee. Oh, zo, ik heb echt nog een slaapkop, jongen. Ja, wel, schiet je op. Ik wil wel geen. Nou, lees gaan we even. Dag, doei hè. Ik zal wel foto's. Ik zal wel foto's sturen vanaf de zon. Ja, dag. 5 weken lang. Hey, doei hè. Vertrouwen wel. Ja, dat is wel. Curaçao staat erop, hè? Hè? Ja, hij gaat daarna naar Curaçao, hey, maar niet. Kom je maar kijken. Ik heb namelijk rechtstreeks. Hey, doei. Yo. Doei, doei. Hier blijft van de reis, hè? Ja, dank je. Ja, ik hoop dat hij gaat, hoor. Ja, nou. Nee, nooit. Anders krijg ik mijn geld terug. Voor hetzelfde. Misschien wel. Ik ga toch 5 weken, dan vlieg ik wel morgen. Dan heb ik mijn geld terug. Oh. Daar kan ik ook wel mee. Daar kan ik ook wel mee leven. Noelle, je hebt je sleutel toch? Oké, mijn koffers zijn ingepakt, jongens. Oké. Hier mocht 20 kilo in en het is 21 kilo. En dit was 10 kilo volgens mij. En dat zal misschien ook 11 zijn of zo. En anders betalen we gewoon bij, so be it. Ik ben echt lekker. Ik vlieg altijd lekker comfy. Dus ik heb maar even een spijkerjasje aan. Want ik niet zonder jas naar buiten kan hier natuurlijk. Een t-shirt van Rain. En ik ben echt gewoon qua broek echt sloeber bezig. But I don't care. Ik wil gewoon lekker comfy in het vliegtuig zitten. Ik ga een soort van ontbijten. Met een breaker. Het is 8 uur. En we gaan over een half uur of zo denk ik weg. Maar ik ga even kijken online, want mijn opa is omdat het keihard dat de vertraging was. Dat ik al 20 minuten vertraging had. Maar ja, ik ga zo wel even kijken. We zien het wel. Hij had nog gelijk ook. Hij staat gewoon al rustig op 12:40 in plaats van 12:20. Dat is een gezeik. Mensen, ik zit even aan tafel en ik heb net een croissantje gehaald bij de Starbucks. Ik heb nog nooit een croissant gegeten van €2,40, denk ik. En ik heb een chocola gevonden. Deze bedoel ik. Ja, die is echt zo lekker. Ik was trouwens echt blij met mijn koffers dat ze die gewoon verpakt hebben. Want hij was 21,6. Eindelijk.